Een hele goede middag, morgen. Ik weet eigenlijk niet wat het is, maar bij mij zijn die tijden altijd een beetje vaag. En excuses in ieder geval voor de late reactie. Of de laatste reactie, ik zeg al, het begint meteen al lekker. Voor de late video. Want deze community compilatie was eigenlijk bedoeld voor tijdens de kerstdagen. Maar ja, door alle hectiek afgelopen maand met mijn vader en de feestdagen is er wat vertraging gekomen. Maar bij deze is hij alsnog. En we beginnen met een hele, hele dikke video van een van de trouwste kijkers, namelijk ikzelf. Robin stuurde ons een gave video. En die wilde ook graag een keer in de community compilatie. Neem even zonder gekheid. Ik was in december veel bij mijn ouders. En toen heb ik een aantal keer op mijn iPad gespeeld. Had ik ook een hele dikke win met Hexar Gaming. Die wilde ik toch even met jullie delen, omdat ik eigenlijk nooit wat win met Hexar Gaming. Dus ja, ik heb meestal meer geluk met No Limit City, maar bij deze ook eentje van Hexar. We gaan hem meteen bekijken. En het gaat over Dark Summoning. Inzetje op een eurotje, dus dat is altijd lekker. Ja, die drie kruisjes, dan heb je de bonus. Je bent 10 gratis spins. Nou, kom maar op. Het is ook al een tijdje geleden dat ik deze gezien heb, want het was al ergens in december. Dat is wel dik design, toch? Kill op. Ik weet niet meer wat ik precies had gekregen. Je wilt dus allemaal welds hebben. Zoals dit. Ja, heb nog meer welds. Kijk, dan is het al meteen een dikke. Dus als je dat bonus symbool tijdens de bonus krijgt, worden al die gouden vakjes die je via die welds hebt gekregen, worden welds. Vier spins over, maar dit was een redelijke. Yep. Ook een weldje erbij. En de weld moet wel in de wincombinatie zijn. Kijk hoeveel welds. En daar de bonus en bol. Pop. Nu kijken. Met de multi. Daar 20x. Weldline. Hoppakee. Anderhalf Meijers. 6 Meijers. Hoppakee. Weldline. En de 20x multi. Dat is wel lekker, toch? Wel een gevaarlijk spel dit, hoor, maar dit was volgens mij de 10e draai dat ik op dit spel speelde. Ik heb dat 3 keer gehad bij Hexar Gaming. Ik heb maar 3 keer iets gewonnen. Dat was bij Curse Seas. Had ik ook na 3 draaien bonus van de rug. Deze heb ik na 10 draaien. En bij Wanted, Dead or Alive heb ik volgens mij ook, had ik meteen na 10 minuutjes spelen ook meteen een rug. Daarna nooit meer iets gewonnen, hoor, dus dat scheelt. Maar dat was hem. 943x. Op. En bedankt voor het insturen, Robin. Als je nog meer leuke video's hebt, Nede Gaming, dan kan je ze altijd naar mij sturen. Yo. We hebben weer een video binnengekregen. Wat een leuke dame. Namelijk van Laura. Wild West Duels. Hele gave kast. Oh, die los rillen. Die heb ik zelf nog nooit gehad. Alle anderen heb ik gehad. Doe het. Zakken. Wop. Op 40 cent. Laura, bedankt voor het insturen. En jullie weten het, jongens, als je zelf een dikke win hebt boven de 500x. Oké. Dan kan je ze sturen naar info@nedergaming.nl. Deze heb ik nog nooit gehad. Hier is een schopper. 5 keuzes ozen. 3 welds. Oké. 8 welds totaal. 2 keer 5x. 5 welds erbij.
16x. Nog 3 welds. Veel welds hoor. 19 welds. 22 welds. 3 spins met 22 welds, dat zal er niet. Maar deze kan ik nog nooit gehad hoor. Yo! Wat een heerlijk gezicht. Tering Laura, lekker. En daarom heb ik deze nog nooit gehad. Omdat die valt natuurlijk zo weinig, omdat je met dit potentieel hebt. Dit is wel een heerlijke bonus hoor. Überhaupt spannend en dan valt hij nog zo ook. Zoveel welds, maal 16 hè. 40 cent, we gaan klikken. 8 Meijers op 40 cent, 2000x. Oh, gewoon weer elke draai is gewoon volle bakken en dan ook nog met plaatjes. Die is nog dikker denk ik. Tering, wat een beeld. Wat een droomwin. Goh, over zulke winsten droom ik altijd. Nou wordt een lastige droom over Laura of droom over deze big win. Nee, dat is grap. Waarschijnlijk over beide. Op. 12,48. Oh man, nog een keer hè. Tering. En weer met zo'n mannetje daartussen. Weer een dikke hoor, dat is bijna 3000. Ik durf het niet eens, ik denk dat het gewoon bijna max win is. We gaan klikken. 11 Meijers. 3000 euro. Zo, wat een gek joh. 3174. Gedeeld door 0,4 is. Bijna 8000x. Ik denk dat dit een van de hoogste is. Misschien wel de hoogste van deze compilatie. Dus gefeliciteerd Lara. Wauw, wat een droomwin. Op 40 cent zo'n bedrag winnen. Dat is lekker zeg. Maar mensen weet. Pokken is en blijft gevaarlijk. Dit soort wins en deze community compilaties. Dat is een verzameling van big wins. Van mensen die het allemaal in hebben gestuurd. Maar weet dat de kans op het winnen van zo'n big win echt 0,0001% is. In heel veel gevallen verlies je je geld. Dat zal bij de meeste van jullie wel bekend zijn. Maar ik wilde toch even benadrukken. Omdat deze video's wat vertekend kunnen zijn. Maar man, wat een win. Laura, heel veel plezier ermee. En bedankt voor het insturen. Fijne avond nog. Yo. Nog een video van een dame. Van Maaike om precies te zijn. Maaike, super bedankt voor het doorsturen. Oh. Hij gaat zo snel. Meteen even kijken. 500x. Op. Op 25 cent. En meteen een 500x. Een hele snelle. 2,5 Meijers. Hop. Dat was hem denk. Ja. We gaan nog een keer kijken. Want hij ging zo snel. En een zandlopertje. Dat is lekker. Jammer dat hij dan die kroontjes niet geeft. Op die gele of die groene. Maar heerlijk altijd als je zo'n dikke multiplier krijgt. 250x. Ja, dat is precies 0,25. Precies 1000x. Maaike, super bedankt voor het doorsturen. Dit was een super snelle. Maar ja, toch een heerlijk. Op 25 cent zo'n bedrag winnen. Altijd lekker. Als je meer video's hebt. Gewoon even doorsturen. Dankjewel Maaike. Yo. We hebben een video binnengekregen van Hisham. Hisham, bedankt jongen. Big Bass Splash. Ook wel een van mijn favoriete basslotjes. Of visgokkastjes. Het is maar hoe je het ziet. Ik wou zeggen, je wint er nooit wat mee. Maar ik heb toevallig laatst dus 4 ruggen mee gewonnen. En deze is leuk omdat je dan voor die bonus nog even zo'n soort visspelletje hebt. Waarbij je extra dingetje kan pakken. Niet dat het heel veel zin heeft volgens mij. Pak altijd eerst die grote. Maar meer haakjes. Ik heb ook wel ze allemaal gepakt. En toen kreeg ik nog 0 euro. Dus... Het zegt niet heel veel, maar hè, voor de spanning is het wel leuk. Hij heeft meer haakjes en meer visjes. Om een inzet van 2 euro, dus dat is lekker. En dat deuntje is wel lekker hoor. En bij deze splash versie komt ook nog wel eens dikke vissen voorbij. Ik heb ze nog nooit zien vallen.
Ik heb bij Keeping It Real heb ik een keer 2,5 Meyervisjes gehad. Voor mijn totale rug volgens mij. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Dus 1 keer 1000 euro. En 1 keer 4000 euro. Hé, hop, mannetje erbij. Nog eentje zeg. Dat is zo lekker als je hem al hebt. De tweede ronde moet nog beginnen en dan al twee mannetjes hebben. Nog maar twee mannetjes nodig en 10 spins. Het zal fijn zijn als hij meteen valt. Jo! Hey, en nog ja, hoe heet dit ding? En dan die monster truc. Moet hem maar zoeken. Wow, dat is redelijk. Even binnenhalen. Hisham, lekker jongen. 3 maaiertjes al. 1 mannetje nog. Laat hem meteen vallen. Jo! Het is alsof ik het kan voorspellen. Ik kan hem echt nog niet gezien hoor. Want ik wacht altijd met het bekijken van de filmpjes totdat ik het letterlijk open. Ja, dan is de live reactie natuurlijk iets leuker. 88 euro, Jan. Oh. Nog 4 spins, hè. En nog een mannetje. En weer die monster terug. Tering. Dat is zo lekker, hè. En nu heb je ook lekker rust, hè. Want je hebt dan nog... En een mannetje extra. En hierna sowieso nog 10 spins. Jammer dat kleine prijsjes zijn. Maar goed. Maal 2 is dat toch nog stiekem best wel leuk. Kijk maar. 76 euro's. Nog 3 spins, hè. Dat is ongelooflijk. Nog 1 mannetje erbij. Dat zal echt top zijn. Dat is te veel gevraagd, denk ik. Zo. Zag ik die dikke vis voorbij komen? Was het een karper? Voor die gast, karpervisser, die kijkt ook altijd mee in de livestream. Stuur maar eens een keer wat foto's door. Ik ben zelf ook vroeger een karpervisser geweest. Ik vind dat nog steeds wel leuk, doe het alleen bijna nooit meer. 9 spinnetjes nog, 3 mannetjes. Onder 3 spins een mannetje. Sterker nog, onder 2 spins een mannetje. Oeh, ja, hij doet het wel. Maakt in ieder geval spannend, kom op. 2 mannetjes nog. Of 1 dikke karper. Dat zou ook lekker zijn hoor. Dat heb ik nog nooit gezien. Echt die kijk, daar kwam er weer eentje voorbij. Dat was een snoek. Vroeger ook jongens ook zulke knoepers. Dat is een dikke. 1,5 meiers. Nog 1 mannetje en volgens mij een 5 spins. Dat zou sexy zijn. Meteen doe het. Nee, kom op. 2 spins nog. En monster truc? Nee. Maar wel die maal 10. Kom op. Doe het voor Hisham. 10 spins nog. Op die inzet. Oh, dat is lekker. Zeg als je dan die X10 hebt. Zo had ik laatst dus 4 ruggen. Top. Oké, wou ik zeggen, maar... Je moet eigenlijk die 50 euro hebben. Maar moet je kijken, 3,5 mei meteen, die 10x die tikt er echt wel lekker aan. 1 mannetje nog, eentje van 50 of zo, dat zou lekker zijn. Wow. Oh, zo! Veel teasen altijd, hè. Dat is zo kloot als hij dan een mannetje niet geeft. Kom op, 1 keer.
Maar toch een lekker hoor, Hisham. Ik ga het even voor je uitrekenen. 11, 52. Ja, gedeeld door 2, dat kan je niet missen natuurlijk. 576x. Dat valt nog een beetje tegen eigenlijk. En die inzet maal x10. 1 dikke vis erbij. Dan was het meteen het dubbele geweest. Dan was het lekker geweest. Maar alsnog, 576x. En vooral dat bedrag, 1152 euro. Lekker Hisham. Op, 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 op. Gefeliciteerd en veel plezier met je winst. Yo. Yo, Delano heeft weer een video doorgestuurd. Ditmaal van een spel van Hexa Gaming. Wil ik wel één dingetje bij zeggen. Vanaf de komende compilaties. Over 2 eigenlijk. Want ik heb nu genoeg video's binnengekregen om nog 2 extra compilaties te maken. Maar ik zou jullie willen vragen om alleen video's door te sturen van legale Nederlandse casino's. Ik zie hier in dit geval Currency USD staan. Dat is eigenlijk niet de bedoeling dus. Ik moet me echt aan de wet en regelgeving houden. En hoe leuk ik het ook vind om jullie Big Wins door te krijgen. Ook omdat ik een Nederlands kanaal heb, zou ik jullie vragen, stuur alleen winst door van legale casino's. Dus geen bonusbuys en dergelijke. Alleen spellen die je bij Nederlandse casino's gespeeld hebt. Maar desalniettemin, Delano, bedankt voor het doorsturen. Hartstikke tof. We gaan even kijken. Frank's Farm. Die ken ik helemaal niet, dus dat is leuk. Op een inzetje van 10 cent. Dat is niet heel veel, maar goed. We zullen zien. Altijd leuk een nieuw slotje om te kijken. 3 spins, oké. Okay. Zijn het molletjes of zo? Oké, okay, je moet dus kippen hebben. Daar rechts is een soort een spaarlevel. Hier spinnetje erbij. Nou, varkentjes hebben. Zo, dat zijn veel varkens. Eentje nog. Ja. Oh, meer zelfs. Heel veel. 4x multi. Weer varkentjes nodig. Extra spinnetjes erbij. De luid die zouden zetten. Oeh, multis. Zo, ik zag het niet eens. Tering. 112x. Alles maar 100. 560x. Tering. Varkentjes. Extra spin erbij. Zo, dat is dik hoor. 4 multipliers en hij doet het maal. Dus hij telt ze niet op, maar doet ze vermenigvuldigen. Daar hou ik van. Dat is dik. Oké, 2000x is dat. 2 varkentjes nog. En 2 spins erbij. Tering. Hoppakee. 5x. Oké, nou kan je er meerdere hebben. Kippetjes en koeien. 6x. Bijtjes. Veel kippen. Oh, dat was het. Het ging zo snel. Wel een gaaf spel op zich hoor. Ik ken hem totaal niet. Ga kijken of die ook in Nederland te spelen is. Met Delano volgende keer dus gewoon alleen winst doorsturen van Nederlandse casino's. Maar toch bedankt voor het doorsturen. Yo. Yo, zo te zien weer een mental hit binnengekregen. Ditmaal van Kevin. En hij heeft gespeeld op 40 cent. Ben benieuwd. Hoppakee. Mental spins. Dat is altijd lekker. Oh, dat is zo lekker als je die krijgt, hè. 40 cent is ook nog wel een prima inzetje daarvoor, hoor. Ja, dit is nog niks. Je wil dus eerst die grafsteentjes hebben. En die blijven dus... Ja, er komen multipliers uit. Die blijven de rest van de bonus staan. En die onderste twee vakjes. Kijk, dat is een split. Die kan een split zijn. Of iets anders. Kijk, nou heb je dus multipliers. Die komen uit die grafstenen. Als je een split hebt, wordt die multiplier ook nog gesplit.
Je kan ook een multiplier upgrade krijgen als je hetzelfde symbool weer hebt. Kijken of we het kunnen zien. Wel weer een split op die grafsteen, dat is lekker. Tegen elk eerste symbool. Die match met de multiplier, die wordt van die multiplier voorzien. Jammer dat je, of het moet nou een split link zijn, dan kan die mannetjes nog zijn. Ja, dat is jammer. En die split, of die spinnen, die fungeren zelfs als die blokken daaronder. Dat kan ook een split zijn of een weld of wat dan ook. Mannetje, kom op! Ja, je wil nou eigenlijk die oma's krijgen, want die kan je dus... Oeh, wel mannetje. Maar 15, dat is nog niet heel veel. Maar die oma's, dan heb je meerdere wels. Ik raak gewoon enthousiast al puur alleen omdat ik weet dat het een mental spin is. Maar die oma heb je dus drie keer. Dus drie plaatjes van een oma worden voorzien. Kijk, nu. Nou, als nou ja, oma bijvalt, wou ik zeggen. Dat is 30 x 30, is 900 keer. Nou wil je dus eigenlijk nog een split hebben dan links of rechtsonder. Bij die 4-4 of 6-6. Ja, één split. Net geen lekkere, want je wil eigenlijk vier symbolen van links naar rechts. Is bijna 5 keer of 10 keer zoveel. Maar 900 keer, 3 lijnen, 40 cent. Dus laten we het even zeggen dat dat 1,20 euro is, maar 900, dan moet een kleine 1000 euro zijn. Hier zie je 1100. Het kan nog een keer, hè. Nee, dat was hem denk ik. Of er moet nog een keer een vrouwtje vervallen. En je wilt dus meerdere, kijk zo, die nummertjes die erachter staan. Bij dat rode mannetje 1 en die andere 1, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Of het moet echt een 1000x zijn. Want je wilt het dus op meerdere, op verschillende rollen hebben. Het telt niet als het op één rol is. Als het op meerdere rollen is, heb je in dit geval 30 x 30. En dan heb je dus 900 keer. En als er dan een derde bij komt, wordt het helemaal ziek. Kijk, de rode mannetje heb je nu maar, daar heb je maar 1 multiplier van. Dus dan pakt hij gewoon het eerste symbooltje wat op je scherm verschijnt. Maar wel een hele dikke hoor. 1234 euro. Op 40 cent. 1234 gedeeld door 0,4 is 3000 keer de inzet. Dat is toch wel heel lekker. En ja, mijn excuses voor dat ik er zoveel doorheen zit, het ouwe hoeren. Maar een aantal mensen vroegen dus of ik er een uitleg bij wou geven. Maar dat doet niks onder aan de dikke winst van Kevin. Dus Kevin, gefeliciteerd. Heel lekker. Überhaupt al die mental spins krijgen. Maar 3000x. Ja, dat is gewoon altijd een feestje. Dus pop. Gefeliciteerd, jongen. Yo. We hebben een video binnengekregen van Ray. Een spel van Pragmatic Play, oftewel Gates of Olympus. En het is een bonusje zo te zien. Dus we gaan kijken op een leuke inzet. 1,50 euro. Ik ben heel benieuwd. Oh, 25x, net niet. Top! Oh, net geen kroontjes. Soms gaat het zo snel. Oh, kom op man. Zo! Hij mist hem, maar als hij het zo doet... Oh, twee keer 2,50, wat te zieken. Allemaal mis. Dat is een rotstreek. En meestal is dan een opzet naar een max win. Bekers. 4x, dat valt tegen. Ik had eigenlijk een 50x minimaal verwacht. Toe! Die 1000, die heb ik nog nooit gezien. Oh, ziek dat die niet valt. Wel een 100x. Tjoe! ...760x, tering op die inzet. En dan volgens mij nog 7 spins over of zo. Maar die 1000x, die heb ik nog nooit gezien. Tering. En bij deze 15.000 keer de inzet, de max win. Ik heb nog nooit gezien bij de nieuwe Gates. De max win. 100x, oké. Joh, gele nog erbij. Yo, en bekers. Nog één. Tjo! Niet normaal. 1100x. 5000 euro's. Zo, lekker jongen. Ray. Pop. Dat is pas een heerlijke. En hoeveel spins heb je nog? Ik heb het eigenlijk niet goed te zien. 2. 1 prijsje nog, kom op. Ga voor die max win. Oh, jammer.
Maar 1200, alles is 1200. Het maakt niet uit welke prijs je krijgt, als er maar een multi bij zit. Ik denk dat het nou wel over is. Toch, laatste. Oh, oh nee, joh, kom op. Oh, net geen max win. Maar 8 ruggen. Wop, dat is lekker zeg. De ring, Rayman. We gaan even kijken. 7960. Nilter 1,5 is 5306x. Je hebt een beetje de pech dat je de nieuwe Gates speelt. Gates 1000. Want daar is het 15.000 keer de inzet dat je kan pakken. Anders had je een max win gehad als je bij die andere had gespeeld. Maar goed, nu heb je 300x extra. 5306x. Sterker nog, voor mij is het zelfs 1000 extra omdat je die... hoe heet dat? Die extra inzet erbij hebt staan. Man. Bedankt voor het doorsturen, Ray. En die 1000x, dat was heerlijk om te zien. Ik heb dat nog nooit gezien. Dus eindelijk zie ik hem een keer voorbij komen. En dan wel bizar, nog steeds geen max win. Oh, maar wat een lekkere. Ray, bedankt jongen. En veel plezier met je winst. Yo. Weer een Sugarius video binnenkregen. Ditmaal van Lars met een inzet van 60 cent. Ben benieuwd. Je ziet wel dat dit spel... Ja, ik zeg wel geldvreter kan zijn, maar ook flink wat leuke winsten kan opleveren. Want ik heb aardig wat video's al binnengekregen van Sugar Rush. De bedoeling is dus eerst dat je veel prijzen krijgt. Dan gaan de multipliers omhoog. Dubbele retrigger! Op zijn rules. Van One Time. Met die bij, hoe heet die? Ik kom even niet op de naam. Arjen Lubach kwam die voorbij. En zelfs op 60 cent hè, kan hij dan deze heel weggeven. 17 spins nog hè. Dus dan kan hij, heeft hij lekker de tijd om die multipliertje op te bouwen. Eigenlijk moet hij dan... Hij wil eigenlijk twee of drie re-rickers hebben. Dan wordt het echt gigantisch. Dan ga je richting de max win. Dus dan vier re-rickers richting de max win zelfs. Maar goed, of hij moet een hele dikke geven. Kijk maar, hij zit daar in het midden wel heel lekker weg hoor. Al 32 al een keer, maar 64 nu. Ja, dat begint al leuk te worden. Een uitje is ook lekker hè. En ik vind het altijd extra heerlijk als je dan... Oeh, rietrikkertje. Nee. Of van zulke inzetten vind ik het altijd heerlijk als je 200 plus wint. Zo, kijk daar, 128 is voor mij een max. 228 zal in het midden. Dan heb ik ook aardig wat spins. 10 spins nog. Kom op. Oeh, ja. Die rollen zijn altijd goed. Zo, 165 euro. Lekker Lars. Nou, hoop je op een prijs in het midden, dan wordt het dik. Oh. Eigenlijk een retrigger nodig. Zo, dat is. Ja, sterretje is 336 keer. Hoppakee. Ah, jammer dat hij die hartjes niet pakt. Maar goed. Kijken of die inzet. Dat is jammer, net verkeerde plek. 4 spins nog. Als er nou nog een retrigger komt, ja, dan wordt het kassa. Te veel vraag, denk ik. 2 spins nog. Ah, het is al een mooi bedragje. Oeh, ja, hier trek. Ik zag hem zelf ook niet eens aankomen. Ik dacht dat het al over was. Dat is wel lekker, een mooi moment. 10 free spins. Dat is ook altijd lekker. Soms krijg je maar 3 free spins bij sommige spellen. Deze gewoon lekker. En die rode pakt je ook nog hierna. Net niet de lekkerste. Nee, eentje. Ja, kijk hè. Leuk is dat je dan zo ziet opbouwen. Nou, nu wordt het wel expand als je midden een prijs hebt. 8 spins nog, kom op 1 lekkere. Nou, retrigger erbij zou heel ziek zijn. Dat is te veel, denk ik. Ja. Dan kun je elke keer bijna 50 euro erbij. 6 spins nog, kom op. In het midden. Net niet.
Dat is jammer. Ja, toch ook een leuke. Maar je wil eigenlijk die dubbele 128 pakken die daar in het midden zit. Dan wordt het echt vierdubbel zelfs. Tweedubbel. Als dan die rode nog bijvalt, moet je hoppakee. Lars. Lekker man. Twee spins nog. Ja, die hartjes. 400 keer. Twee meiers. Sterretjes nog erbij. Daarboven misschien nog sterretjes. Oh, net een keer retrigger. Zo, een dikke nog. Eén laatste. Wel op 436 keer. Zo. Oh, jammer dat het geen retrigger is. Maar goed, lekker hoor. Moet even kijken. Scherm iets naar links. 11, 63. Sorry, dat is keer. Het gedeeld door 0,6 is 1938 keer de inzet. Lekker Lars. Hoppakee. Gefeliciteerd jongen. Geniet ervan. Yo. We hebben weer een video binnengekregen van Marcel. Spel Road Rage. Dat vind ik altijd gaaf. Dus ik ben benieuwd. Inzet 20 cent. Oké, okay, standaard bonusje. Kijken of hij een omwegje erbij krijgt. Echt, het blijft een heerlijk spel dit hoor. Wel gevaarlijk hoor, het zijn echt geldvreters. Oké, okay. Dikke sleep. Maar geen multipliers. En weinig spins. Ik heb liever altijd die rode, maar deze kan ook leuk zijn. Zo man, zo! Wel laag symbool, maar 7x7 is 49. Maal 7. 350, maal 2, 700 keer denk. Dat is wel echt ziek hoor. Hier, 308 euro, teuring. Dan komt er die sleep. Maal 7, hè, dat staat rechtsboven. Nog een groene erbij. Maar de multiplier is te laag. Nou kan hij geen sleep meer doen, of die moet hij bovenste of onderste doen. Maar je wil die sleep dan helemaal van links naar rechts hebben. Dan alles wat hij meeneemt. Wordt van een 7x multiplier voorzien. Wow, dat is wel heel lekker hoor. Kijk, maal 7, maal 3, 21. Maal 3, 80, maal 3, 240 keer. Maar helaas geen topsymbool. Maar toch nog een lekkere denk hoor. En hoeveel spins heeft hij nog? Oh, dat was het. Ah, jammer, dan wordt het net spannend. Maar 409 euro. Gedeeld door 0,2 is 2000x, hè? Ja, ik verkijk me erop. Ik zeg al, ik speel normaal meestal een euro dit spel. Dus, maar 409 euro op 20 cent is gewoon 2000x. Bop, bop, bop. Marcel, dat is gewoon een super lekkere. Gefeliciteerd, jongen. Yo. Zo, en nog maar eentje van Rafael binnenkregen. Pubkings. Dat spel ken ik eigenlijk niet zo goed. Dat is een soort bierhuis volgens mij. Dus leuk om daar een keer een bonus van te zien. Er wel een bonus worden dan. Hier. Ik heb deze bonus zelf eigenlijk nog nooit gehad, als ik over nadenk. Ik ben benieuwd. Inzet op een eurotje. Wat hoger als wat je de meeste video's die ik voor jou doorkijk, waren allemaal op 25, 30, 50 cent. Dus een shotje aan het wagen, Rafael. Oké. Okay. De metertjes daarboven zijn multipliers of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Ja, oh ja, ook zo. Oh, dat kan best leuk zijn. Die ga ik binnenkort ook een keer spelen. Heel veel plaatjes krijgen dus. En dan een combinatie. 10x, 6x, 4x, 25x. Zo! Eén van die groene nog, ja ja. Chastic X. Dat kan dik zijn hoor. Hij geeft alleen bijna geen combi's. Je moet eigenlijk retrigger hebben, denk ik. Ik weet niet of dat mogelijk is bij deze. Ja, ik heb 150x, dat is echt ziek. Twee keer zelfs, drie keer. Oeh. Misschien die blauwe. Oh nee, haalt ze zo allemaal weg. 300x, jezus. Of win je dat dan? Verzamelt hij dat? Dat zal toch niet? Oh, dat pakt de hoogste.
750 x, toch een lekkere. Tering, ik begin het nou pas te begrijpen. 7, ja, dat hoef ik niet uit te rekenen. 750 keer in, ja. Dat was wel een heel kaas spelletje. Ik moest even kijken hoe die werkte. Dus, maar je pakt dus de hoogste. 751,5x. Lekker man. Leuk spel ook wel. Ik ga hem zelf ook proberen binnenkort. Er komt zeker ook nog een review van. Rafael, nogmaals gefeliciteerd. Yo. We hebben weer een mentor video. Ditmaal ingestuurd via Elroy. Elroy heeft echt een lekkere paar weken gehad. Altijd meerdere big wins doorgestuurd. Ben benieuwd. Mentor, mijn favoriet. Tjaka! 20 cent. En dat lijkt laag. Maar bij Mentor kan hij dan nog dik geven nog. Dus ik ben benieuwd. Ook een lekker sigaretje erbij natuurlijk. Okay. Oeh, maar 100. En 5. 5 is sowieso dik hoor. Dat is normaal, zou dat denk ik 20 euro zijn. Gedeeld door 5 is 4 euro, maar 100. Het moet 300-400 euro zijn, denk ik. Je kijkt maar. Hop, 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 hop. Meer zelfs zo. 8 meiers op 20 cent. Ring. Elroy, je moet het mij een keer uitleggen hoe je zoveel wint. Nee, maar ik weet dat het vertekend is. Als je veel speelt, win je ook wel eens een keer. Maar je hebt wel echt een paar echt hele leuke wins gehad achter elkaar. Ik had zelf natuurlijk ook een dikke geluksrace in december. Dat was hem. Maar dik hoor. Pop, 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 pop. 807. We gaan het even uitrekenen. 807,47 gedeeld door 0,2 is 4037 keer de inzet. Dat is toch gigantisch. Mega win, Elroy. Gefeliciteerd, jongen. Yo. Yo. We zijn er weer. Ditmaal met een video van de crypt. Ingestuurd door Marcel. Marcel, bedankt, jongen. Ik heb zelf de laatste keer 9 meiers gewonnen. Dat was mijn eerste big win bij de crypt. Ik ben benieuwd wat jij pakt. Op 20 cent. We gaan snel kijken. Lekkere opbouwbonus altijd. Nou, er komen 3 maandjes. Dat weet ik wel vrijwel zeker. Hé, hey, heb ik niet die superbet aan. Marcel, weet je dat je daar rechts die superbet aan kan doen? Dat maakt je veel meer kans op die bonus. Alleen dat kost wel heel veel geld. Dus soms is het beter om het zonder superbet te doen. Ja, en hier moet je gewoon zoveel mogelijk prijzen kijken, dat krijgen. Want bij elk prijsje is ongeveer een kwart van een level, daar linksboven. En je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5 levels in totaal. In het begin is het dus nooit spannend. En je wil, er geluid iets zachter, dat mannetje met die bril hebben, die Elvis. Dooie Elvis, om precies te zijn. Kijk, je weet nu nog 2 prijsjes, heb je het level voltooid. En dan krijg je ook wat spins bij. Dus die boertjes pakt u nu. En je wil uiteindelijk alle levels unlocken, dan krijg je heel veel features. Met een stacked wealth, met een multiplier erop. Kijk, leveltje gehaald. Acht spinnetjes nog. Boertjes. Multipliertje. Kijk, rechts is naar de multiplier maal 2. Ik wil eigenlijk maal 3 hebben voor het veel hoger, heb ik eigenlijk nog niet gezien. Oké. Okay. Routjes. Negentjes nog op de derde. Oeh, ja kijk, die multiplier. Dat is nu nog niet veel, dan moet je moet echt volle bak hebben bij deze. Maar in het begin wil je dus gewoon prijsjes hebben. Hop, weer een leveltje gehaald. Vanaf level 4 wordt het leuk. Heel af en toe ook al bij level 3. Hè. Deze wil je dus hebben. Kijk, oh, het is volle bak koningen. Maal 6. 50 maal 6. 3 meiers. Pop, 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 pop. In dit level al. Dat is ziek hoor. Kijk, dit wel gave foto's, animaties bij. Dat doen ze bij No Limit wel echt heel goed.
Oh, kan het zo. Oh, mijn webcam staat raar. Drie Meijers. Marcel, lekker jongen. Pap, pap, pap. Ik heb dus laatst voor het eerst het laatste level geunlocked. Had ik nog nooit gehad. Ik had helaas nog maar één spinnetje. Gaat Marcel niet eens lukken, denk ik. Dat doet hij ook vaak hoor, de trip door je spins geven. Nee, dat was het. Dat is toch jammer. Dat is wel jammer, je hoopt. Maar het is wel bijzonder dat je in dit level al zo'n winst kan pakken. Dus 304.67 gedeeld door 0,2 is mega. 1523 keer. Bam, 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 bam. Gefeliciteerd Marcel en bedankt voor het insturen. Yo, op naar de volgende. Yo, we hebben een gaaf spel binnengekregen. Of een video van een gaaf spel. Van Thomas. Een Monster Super Ranch. Speel ik zelf eigenlijk nooit. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik heb zelfs de bonus nog nooit gehad. Dat is ook wel weer gaaf om af en toe een slot door te krijgen die je zelf niet kent. Ziet er wel gaaf uit. Veel van die sterren in ieder geval. Oké. Die 3x en zo daarboven, wat is dat allemaal? Oh, daar is 7x rechts. Oké. Oh, zo 100x. Jo! 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 En misschien nog 3-trigger. Jo! Dat dan? 100x plus 3-trigger. Dat moet een dikke zijn hoor. Op een inzet van 20 cent ben ik heel benieuwd. Kan ik klikken? Een meiertje. Oké. Ja, voor 20 cent is dat best veel en een retrigger. Wow. Dat is een 3x. Ik zit alleen even te kijken met die multiplier. Pak je die dan alleen als je die in volle rij hebt? Ik heb er net eigenlijk niet naar gekeken. Of pak die gewoon random één rij, want die multiplier is nu verlicht. En die 7x, ja, volle rij zo te zien. 110, oh, hij telt ze wel elkaar op. Dat is wel dik. Had ik nog niet eens gezien. Dat kan wel leuk zijn natuurlijk. Ik hou ervan als hij zo... dan maakt hij het een beetje spannend. Gaat hij weer een retrigger doen? Dat is altijd niet. Oké. Dat is jammer. Maar wel 112 keer. Kom op, één dikke. Jo, die roze. Ik weet niet wat het hoogste is, maar roze is altijd goed. Of een retrigger. Oh, net niet. Hé, hoezo pakt hij die dan niet? Laatste. Of moet je één keer volle... Oh, je moet hem maar... Moet die heel die rij volmaken, denk ik. Oh. Dat is jammer. Valt een klein beetje tegen, als ik eerlijk moet zijn, Thomas. Maar goed, €146 gedeeld door 0,2 is... Toch heel dik. Ja, soms verkijk je er een beetje op, omdat ik zelf altijd iets hoger speel. Maar alles boven de 500x is dik natuurlijk. 730x. En €146 op 20 cent is gewoon lekker natuurlijk. Thomas, gefeliciteerd. Yo. We hebben een video binnengekregen van Delano. Eentje van Roadkill. Die hebben we nog niet vaak voorbij zien komen. Een relatief nieuwe slot van No Limit. Leuk. Maar ook wel heel gevaarlijk. En je hebt die bonus met $3 tekentjes. En je moet eigenlijk die vierde hebben. Die valt bijna niet. Maar eigenlijk wordt het dan alleen echt leuk. Dan heb je een soort super bonus. Maar we gaan kijken op 20 cent. Kijk, deze is de standaard bonus. Daar win je meestal 50, max 100 keer de inzet mee. Maar je moet eigenlijk $1 tekentje erbij hebben. Dan heb je de super bonus. Die auto moet tegen die dingen aankomen. En dan daarboven zie je streepjes. Volgens mij is het... Als je 3 streepjes hebt, dan unlock je een feature. En elk dier heeft zijn eigen feature. De auto gaat ook wel eens terug.
Linksbovenaan zie je jouw leven staan. Als die zeg maar de dingen mist. Net als deze. Oh, maar dan komt hij terug aan nog wel tegenaan. Maar als hij hem mist, gaat er een hartje vanaf. Oftewel, gaat er een leventje vanaf. Dus je wil hem eigenlijk zo hebben dat op elke rol zo'n beestje staat. Want dan kan hij niet missen. Ja, dan gaat hij op de terugweg, heeft hij toch gemist. Eén leventje eraf. Kijk, zo is het weer goed. Dan moet hij terug aan. Soms moet hij terug aan. Ik weet niet wanneer hij dat. Kijk, 3. Konijntje. Is nu open. Maar nog niet. Moet dan 4 zijn. Oh, 5. Sorry. Oh, ik zei het helemaal verkeerd. Dat het er 3 is. Maar je hebt 5 streepjes nodig. Dus die beer die is nou weer los. Nog eentje voor het konijn. En als je een 4 hebt unlocked, dan wordt de hartje linksboven blauw. Dat is zeg maar een extra leven. Want nadat hij blauw wordt, wordt hij rood. En dan gaat hij daarna pas weg. Maar we gaan even verder kijken. Nu wordt het een beetje spannend. Konijntje ook unlocked. Of nee, nog niet. Nog eentje, sorry. Heeft hij iets weg van rood reeds? Ja, konijntje unlocked. Extra leventje erbij. Oké. Okay. Ja, we hebben nog best veel levens. Multiplaatje maar 5. Oké, dat is goed. Kan niet missen. Die val, dat is een extra weld, zeg maar. Ik heb nog niet één keer een hele lekkere hit gehad. En zo is het vaak, hoor. Ja, dan maakt die hert maakt een split. En het leuke van deze is dat hij dus keilang kan duren als hij goed valt. Maar je moet nog steeds dat dollartekentje erbij hebben. Het is een soort opbouwbonus dus. Maal 5. En daar rechtsboven zie je de autootjes die gaan komen. Ik weet niet of dat topsymbool was. Nee. En daarboven heb je dus nog 3 levens, want 1 blauwe. Die telt er 2. Oké, okay, alles unlocked nu. Die is wel lekker lang. Jungle. Oh, dit is een super bonus. Oh, sorry, ik dacht dat ik een extra muntje bij moest krijgen. Maar je moet alles unlocken en dan heb je pas een super bonus. Hoppakee, en dan kan je nog een keer... die diertjes upgraden, zeg maar. Nou wordt het echt leuk. Kijk, de prijs wordt meteen hoger. Oké, okay, sowieso goed. Drie welds boven, dat is goed. Ah, net geen lekkere combi. Die beer is dus een multiplier. Kijk, nou heb je sowieso, kijk, veel welds. Nou moet er een plaatje komen. Weer niet. Maar wel links onder dat mannetje, dat is een topsymbool. Die groene unlocked in ieder geval. Oh man. Nog steeds geen lekkere hit gehad hoor. Oeh. Nog één keer dat hertje.
co-op. En dat grasding moet je eigenlijk dus links hebben. Steeds jammer van de echt een lekkere hit hebben we nog niet gehad. Maar 20 cent, dat is toch al wel redelijk. Dan kan je dus sowieso raken, de volgende. Oeh, dat is nou, net niet lekker. Ik wou zeggen topsymbool, maar die laatste valt niet. En als je één keer zo'n beestje heeft geraakt, de volgende auto die dan terugkomt of er nog tegenaan botst. Kijk, er is een streep doorheen, dus die kan niet missen, maar deze is dus alle drie. Het is een beetje vaag, maar als je een paar keer gespeeld hebt, weet je het wel. Ik heb bijna alles weer, alle features weer unlocked. Alleen die beer nog drie keer. En nog twee levens. Hij zit al op 500x, dus dat is niet verkeerd hoor, maar... Super bonus hoop je toch meer? Oeh, laatste leven. Kom op. Bovenste. Nee, dan moet dan eigenlijk de middelste of bovenste. Anders is het over. Oeh, geluk. Eén keer die beer nog. Oké, wel die denappels. Oh nee, pak hem niet. Of wel? Jawel, alles unlocked. Kijk. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is de max volgens mij die je kan krijgen. Nou moet hij lekker vallen. Maal 2 ook nog eens. Jawel, die panda. Dit is een hele dikke denk ik hoor. Ik heb dat nog nooit gezien. Dat je in de superbonus alles unlocked hebt. Op de laatste spin. Hier, kijk. Oh, één aan laatste spin, nog een spin. Oh, dan bouw je weer opnieuw op. Dat is jammer. Je hebt maar één keer zo'n super spin. Oh, wel allemaal nieuwe levens. Nog nooit gezien. Dit is ook nieuw voor mij. Ah, oh, nou is het ver over hoor. Kijk, maar nou gaat hij missen. Tjonge, jongen, meteen game over. Oh, dat was jammer. Maar wel één keer die super spin heb ik nog nooit gezien. Het is jammer. Dan moet je, wil je eigenlijk dat topsymbool hebben. Maar 212 euro op 20 cent is toch 1000x. 1060x. Delano ook. Gefeliciteerd jongen. Wat een lekkere win. En bedankt weer voor het doorsturen. Hop, hop, hop. Zo. Als bonus nog een dikke bonus video van Neighbor Gaming. Degene die ik tijdens de livestream heb gehaald. En dit was de tweede keer. Op het inzetje van een euro. Een bonus met Zeus vs Hades. Ik had hier 3 dagen geleden al 5 ruggen gewonnen. Met de free spins. Ook tijdens de livestream. En deze leek echt helemaal niks te doen. En dan toch uit het niks. Bij de volgende draai, ik weet nog helemaal uit mijn hoofd. Bam! Kijk. De max. 100x. Dat is toch lekker. En een 10x. Hop, 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 hop. Dit was lekker, hè, tijdens die livestream. En 2 keer achter elkaar, hè. Dat was echt helemaal top. En bij de stream daarvoor had ik hem op 2,5 euro bet. En toen had ik ook... iets van 5000. Dus dat is 2500 keer de inzet. Maar dit is maar een eurotje. Maar deze viel beter. Hoe onwaarschijnlijk ook. Wat is de kans dat je hem 2 keer achter elkaar krijgt, hè? En er viel ook nog... Jammer dat die tweede of die... Als die tweede of die derde erbij was gevallen, was de max win geweest. Nou, weer kijken aan de prijzen. Op een eurotje, hè? 880 keer, 1 draai. En deze was lekker. Hop, hop, hop. Topsymbool 5. Kijk, hè. Hop, 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 hop.
Wat was dat dan? Deze was echt bizar hoor. Oh man. En dan tijdens het livestream, dat is altijd extra lekker. En daarna hebben we ook flink zitten knallen met liveshows en zo. Nou, de laatste was minder. Maar goed, op een eurotje. 4895 keer de inzet. Pap, 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 bam. Dat was een lekkere. Yo, tot de volgende community compilatie. Yo.